een Renewy Tour waar je met een heel goed gevoel op terugkijkt, denk ik. Ja, ja, het ging niet slecht. Nog een rit gewonnen op wereldniveau, dat is ook pas de tweede. Dus ja, daar kunnen we wel blij mee zijn. Nog een mooie eindklassering, dus een goede week. En Gerritsbergen winnen in de Benelux Tour, ja, dat is altijd een klassieker. Ja, ja, dat is wel misschien wel de mooiste rit van deze week. Dus dat doet altijd wel deugd om daar dan om te winnen, ja, zeker. Als we naar jouw seizoen gaan kijken, veel pech gehad in het voorjaar. Nu begin je er echt doorheen te komen. Ja, dit geeft toch wel weer voldoening. Ja, ja, inderdaad. In het voorjaar ging het wel goed. Maar ja, dan moet het ook af en toe een keer meezitten. En ja, ik moet natuurlijk echt wel een beetje geluk hebben als ik er dan van voren bij wil zitten. En het zat even een paar keer tegen. En dan, ja, dan kom je eigenlijk meteen tekort. Toen ben ik nog ziek inderdaad. Dus het voorjaar liep een beetje in het 100. Het tweede deel was eigenlijk al een stuk beter. En over het algemeen probeer ik natuurlijk andere jongens te helpen, maar af en toe liggen er nog eigen kansen, zoals hier en zoals in Noorwegen. En ja, als we die dan kunnen pakken, dat blijft toch altijd nog het mooiste, moet ik zeggen. Als je vandaag ging kijken, die staking, was dat terecht? Ja, ik denk dat ze er hier in deze wedstrijd wel een beetje een handje van hebben om een beetje dit gevaar op te zoeken. Natuurlijk, dat hoort ook wel een beetje bij. Alleen wat ze hier heel vaak doen, is hele brede wegen opzoeken en die direct af te wisselen met hele smalle paadjes. En het is ook net zoals gisteren niet zo dat je zeg maar 80ste kan zitten, want dat is eigenlijk al te ver. Dus wat je krijgt is dat iedereen 190 kilometer lang vecht voor iedere centimeter. En ja, eigenlijk is het gewoon wachten tot het misgaat. Dat zagen we gisteren ook. En ik denk als we vandaag niks doen, dat gewoon vandaag weer hetzelfde is. En ja, je moet je wel een beetje afvragen of dat dan de bedoeling is. Kijk, uiteindelijk hebben we in Gerritsbergen een mooie koers gehad, een mooie tijdrit. Gelukkig wordt er vandaag nog gekoerst. Is misschien iets minder nodig, maar eigenlijk zoals het eruit zag, leken we om een sprint af te gaan. En dan, ja, wat ik zeg, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat het weer misgaat. En het is wel goed dat ze misschien moeten kijken om dat toch een beetje anders te doen. Want ja, ze creëren een beetje een nog gevaarlijkere situatie. En wat ik zeg, het hoort er natuurlijk bij. Alleen, ja, het zou misschien ook nog op iets andere manier kunnen. Betekent dat er voor jou, dat op het moment dat bepaald werd dat het klassement op 6 kilometer van de finish opgemaakt ging worden, dat een podiumplek meteen gezien was? Ja, ja, die gouden kilometer ligt er eigenlijk wel. Dus ja, goed, reden 9 weg, maar op voorhand wilden we inderdaad daar wel eigenlijk nog voor gaan. Nog naar boven kijken en eventueel misschien ook met deze finale nog, ja, nog wat proberen. Maar aan de andere kant denk ik dat de veiligheid ook zeer voornaam is en dat het goed is dat we daar met z'n allen wel eventjes goed naar kijken. Wat zie je? Dus in dat opzicht ja, volg ik zeg maar het initiatief wat eigenlijk kwam vanuit het peloton, dat we gewoon ja, wel een beetje kritisch moeten blijven en af en toe wel moeten kijken of het misschien nog niet op een andere manier kan. Ten slotte, wat zijn je volgende doelen? Dan gaan we naar Canada. Dan komt Biniam er ook weer bij. Dus ja, daar kijk ik eigenlijk wel naar uit. Zeker nu het goed gaat. En daarna komen er nog een heleboel koersen in, voornamelijk België. En ja, goed, dat, september is altijd een belangrijke maand voor Intermarché. Daar rijden we heel veel koersen. Dus ja, daar ben ik dan ook bij.